Hey Henk. Hey, hallo, haha. Het derde verhaal. Het derde verhaal over Handelingen. Wat is dat? Het is het vijfde boek in de Bijbel. Oh ja, Handelingen. Is het een leuk verhaal vandaag? Nee, vandaag is het geen leuk verhaal. Nee. Het is vandaag een verdrietig verhaal. Het gaat over de dood van Stefanus. Van wie? Van Stefanus. Wie is dat? Stefanus is de eerste diaken en de eerste martelaar in de christelijke kerk. Wat zijn dat voor dingen? Wat? Wat jij net zei. Oh, daar gaat Walter en ik gaan er straks iets meer over vertellen. Oké, en waarom is het niet leuk dan? Nou, Stefanus gaat in het verhaal, gaat hij dood. Echt? Dat is toch geen leuk verhaal? Het is de Henkie Show, daar doen we alleen leuke dingen. Ja, nou in de Henkie Show doen we inderdaad leuke dingen, maar er zijn soms bijbelverhalen en die zijn niet altijd even leuk. Nee. Maar daar kunnen we wel iets van leren. Oh ja, is het te leren? Het is verleren. Het is niet altijd leuk, maar wel leren. Ja, de Bijbel is vol van verhalen. Mooie verhalen, leuke verhalen. En soms verdrietig verhalen. Vandaag is het een beetje een verdrietig verhaal. En toch gaan we het wel leuk doen, toch? We gaan het wel iets leuks van maken. Ja, gaat Walter ook iets doen? Walter gaat iets doen en Teun. En het verhaal. En het verhaal. En we gaan kijken naar het verhaal van de zendeling, die heet Jim Elliot. Is dat een leuk verhaal? Nee, is ook geen leuk verhaal, want die gaat ook dood. Tjonge, het is al verdrietig vandaag. Ja, het gaat vandaag eigenlijk een beetje over martelaren en over de Heere God, die daar ook weer iets moois mee doet. Oh ja? Ja, weet je, de Heere God is iemand die kan zelfs van verdrietige dingen toch nog iets moois maken. Dat is interessant. Ja, hey, dan ga jij in de koffer. Dan gaan we kijken naar Walter. Ja, dan gaat Walter hopelijk iets vertellen wat een diaken is. Wat een gek woord, een diaken, nog nooit gehoord. Ja, dat gebruiken ze in de kerk hiervoor. Je hebt daar oudsten en ouderlingen en diakenen. Nee, nog nooit gehoord. Nou, ga jij in de koffer, gaan we luisteren naar Walter. Een diaken. Een diaken. Haha, wat een vreemd woord. Ja, dat staat in de Bijbel. Ik ken dat niet. Nou, dan gaan we gauw luisteren. Hey, tot volgende week. Gaan we dan weer iets leuks doen? Dan gaan we het verhaal doen over Saulus. Oh, dat is vast zeker leuk. Ja, die verandert. Verandert die? Ja, Saulus wordt Paulus. Oh, dat is ook mooi. Nou, hey, tot volgende week. Hey, tot volgende week. Op de Walter. Ja. Hey, doei. Dag. Ik ben echt benieuwd. Ja, hey, tot straks. Ja, tot ziens. Doei. Dag. Oh, hallo allemaal. Oh, wat leuk dat je weer kijkt. Oh, vandaag horen we het Bijbelverhaal over Stefanus. En Stefanus was de eerste in twee dingen in de Bijbel. De eerste in twee dingen, Walter? Oh ja, Truus, de eerste in twee dingen. Waar was hij de eerste in dan? Oh, hij was de eerste martelaar. Een martelaar? Wat is dat nou, Walter? Oh, een martelaar, daar gaat Matthijs straks iets meer over vertellen. Dat is iemand die sterft vanwege zijn geloof. Oh, dat is toch helemaal geen leuk onderwerp, Walter? Moeten de kinderen dat nou horen? Oh, maar het is een verhaal in de Bijbel, daar kunnen we iets van leren, Truus. En hij was de eerste diaken. Wat, Walter? Er zijn toch geen draken in de Bijbel? Nee, Truus, geen draken. Ik zei diaken. Draken? Nee, diaken, dat is een dienaar. In de kerk heb je oudsten en ouderlingen en je hebt diakenen. Ja? En diakenen die zorgen bijvoorbeeld voor de collecte en voor het geld. Die doen het huisbezoek en die helpen de armen. En die zijn praktische mensen die helpen in de kerk. En Stefanus was de eerste diaken, een helper. Oh, oh Walter. En ga je vandaag ook een mopje vertellen? Helemaal aan het eind gaan we toch ook een mopje vertellen. Zelfs al is het een droevig verhaal. Juist omdat het ook een droevig verhaal is, dan maken we er toch ook iets leuks van. Hohoho. Nou, dan gaan we gauw luisteren naar het verhaal. En dan zie ik jullie straks aan het eind. Doei! Het begon allemaal zo mooi. Alles werd gedeeld. Iedereen had genoeg. En alle gelovigen deelden echt alles met elkaar. Vrede en harmonie. Maar de groep van gelovigen in Jeruzalem was in een aantal maanden heel erg groot geworden. En weet je, het ging volgens de Griekse gelovigen niet allemaal even eerlijk meer. In de eerste kerk in Jeruzalem waren namelijk twee groepen Joden. De Joden die Grieks spraken en de Joden die Hebreeuws spraken. En volgens de Grieks sprekende Joden kregen hun weduwen veel minder hulp van de apostelen dan de Hebreeuws sprekende Joden. Ja, die werden namelijk oneerlijk voorgetrokken. Dat was echt niet eerlijk. De apostelen dachten over na en kwamen met een wijs plan. Wij zijn te druk bezig met het uitdelen van voedsel en komen daarom niet aan onze echte opdracht toe om het goede nieuws van de Heer Jezus te vertellen. Waarom kiezen jullie niet 7 mannen uit die wijs zijn, waar iedereen respect voor heeft en die zich laten leiden door de Heilige Geest? Zij zullen voor het eten zorgen en dan gebruiken wij onze tijd om te bidden en over Jezus te vertellen. Iedereen vond dit een goed idee. En al snel werd Stefanus als eerste uitgekozen. Stefanus was echt een man van groot geloof. En er werden nog 6 andere mannen gekozen. De apostelen baden voor hen, legden hen de handen op. En nu waren zij verantwoordelijk voor de eerlijke verdeling van het voedsel. En weet je,
Steeds meer mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus. Zelfs een grote groep priesters ging in Jezus geloven. En de groep gelovigen in Jeruzalem werd maar groter en groter. En Stefanus, die deelde niet alleen maar voedsel uit. God gaf hem de kracht om grote wonderen te doen. Ja, echte genezingen. En niet iedereen was hier even blij mee. Niet iedereen was even enthousiast. Sommige Joden die nog niet in Jezus geloofden, begonnen een discussie met Stefanus. Maar God gaf hem de juiste woorden om te zeggen. En zijn tegenstanders konden niet tegen zijn wijsheid op. En dit maakte hen alleen nog maar kwader. Weet je wat ze deden? Ze lieten mensen allerlei leugens over Stefanus vertellen. Echt van die gemene leugens. Leugens dat Stefanus Mozes en zelfs God beledigd zou hebben. Ja, echt waar, logen ze. We hebben het zelf gehoord. Zijn tegenstanders zorgden ervoor dat iedereen boos op hem werd. En de mensen namen hem gevangen en brachten hem naar de hoge priester. Ja, en die was nog niet vergeten hoe Petrus Johannes uit zijn gevangenis waren ontsnapt. Weet je nog, met die engel? Kon hij nu wel deze groep de kop indrukken? Allerlei leugens werden tegen de hoge priester over Stefanus gezegd. Maar Stefanus verdedigde zich niet. Hij bleef stil en zijn gezicht leek wel op het gezicht van een engel. Is het waar wat de mensen over je zeggen? Vroeg de hoge priester. Dit was de kans van Stefanus. En vol passie en enthousiasme vertelde hij over Gods plan. Over Abraham en Jozef en Mozes en over Salomo die de tempel bouwde. Hij vertelde hen dat God helemaal niet in de tempel wil wonen, maar juist in mensen. En dat de leiders ongehoorzaam aan God zijn, dat ze eigenwijs zijn en ongelovig. Wow, toen ze dat hoorden, werden de leiders toch boos? Boos? Hoe durft deze man het over hen te zeggen? Stefanus had het niet eens door. Hij keek omhoog en zag het schitterende licht van God. Hij riep het uit. Ik zie de hemel die open is. Ik zie de mensenzoon die naast God staat. Dat was het. Schande, godslastering, wild en woest waren ze. Ze sleepten Stefanus de stad uit om hem te doden. Ze legden hun jas bij een jonge man die Saulus heet. Saulus, over hem gaan we de komende tijd nog meer horen. En misschien weet je wel dat deze Saulus uiteindelijk de apostel Paulus gaat worden. Maar laten we teruggaan naar het verhaal. Stefanus werd op de grond gegooid. En iedereen die er was, pakte stenen en begon naar hem te gooien. En Stefanus knielde en bad hardop. Heer Jezus, mijn leven is in uw hand. Straf deze mensen niet voor hun misdaad. En met deze woorden stierf hij. Later kwamen de gelovigen om Stefanus te begraven. Wat waren ze verdrietig? Wat deed het pijn? Maar weet je wie niet verdrietig was? Saulus. Saulus vond het helemaal niet erg. Hij vond het juist supergoed dat dit gebeurd was. Hij wist dat er nog veel meer gelovigen in Jeruzalem waren die aangepakt konden worden. Huis na huis, deur na deur ging hij langs. Zijn hier nog van die gelovigen in Jezus? En als hij ze vond, dan gooide hij ze in de gevangenis. Wat ooit zo mooi begon en zo fijn leek, was nu eens heel onveilig geworden. En beschermde God hen niet? Het leek er niet op. De gevangenis raakte vol. Alle andere gelovigen vluchtten weg uit Jeruzalem. Weg, wegwezen, op naar Jeruzalem of op naar Judea of Samaria. Ging iedereen er vandoor? Nee, de apostelen bleven in Jeruzalem. En Saulus, als die gelovigen op de vlucht gingen, nou, dan ging hij er gewoon achteraan. En hoe dat afloopt, dat horen we de volgende keer. Hey Timmy, hoi. Hey, wat leuk dat jij er vandaag bent. Ja, Tokkie moest een ei leggen. Dus die vroeg of ik even in haar plaats wilde komen. Ja, jij bent de zanger van de Vakantie Bijbelweek Band, toch? Van de Henkie Show Band. Ja, met David en Daniel. Hé, wat vond je van het verhaal vandaag? Ja, ik vond het wel een verdrietig verhaal, maar weet je wat ook mooi was? Nou, dat God toch altijd bij ons is. Als we nou blij zijn, of verdrietig, of boos, dan is hij er gewoon altijd. Ja. Hé, en dan weet ik een liedje over. Een liedje en dan ga ik zingen. Jezus is de goede herder. Jezus, hij is overal. Jezus is de goede herder. Brengt mij veilig naar de stal. Mooi hè? Dat is mooi. Soms er gebeuren er verdrietige dingen, maar is hij er toch altijd bij? Dat is zeker mooi. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Hij is er altijd bij. Het begon allemaal zo mooi. Het leek wel het paradijs. Zo had Jezus het toch bedoeld. Iedereen deelde met elkaar. Geen arm of rijk. Iedereen had genoeg. Er was geen honger. Er gebeurden geweldige wonderen. Zoveel mensen werden genezen. Geen pijn meer, geen armoede, geen honger, maar liefde. Liefde van God, liefde voor God, liefde onder elkaar. Logisch dat de groep van gelovigen in Jeruzalem alleen maar groter werd. Hier was Jezus toch voor gestorven. Dit was Gods plan. Maar wat gebeurt er nu? Stefanus dood. Hij was een vriend van God, zo vol geloof.
beschermt God zijn vrienden niet? En die Saulus dan, die iedereen in de gevangenis gooit, hoe kan dat nou? Waarom laat God dat toe? Hè? Eerst Petrus en Johannes uit de gevangenis bevrijden en nu laat God toe dat alle anderen in de gevangenis terechtkomen. En er is geen engel om ze te bevrijden. Oh nee, we moeten wegvluchten. Hier in Jeruzalem zijn we niet meer veilig. Hoe kan dat nou? Wat is er gebeurd? Het was toch zo goed? Het was toch zo fijn? Ik denk dat veel van die gelovigen er niks van snapten. Hoe kan God al die nare dingen laten gebeuren? Het antwoord op die vraag weet ik niet. Eerst al die wonderen, nu al die ellende. Is God zijn mensen soms vergeten? Als bij ons in ons leven soms moeilijke of verdrietige dingen gebeuren, is Hij ons dan vergeten? Nee, God vergeet ons nooit. Maar soms lijkt Hij wel toe te laten dat er verdrietige of moeilijke dingen bij ons gebeuren. Waarom? Dat begrijpen we niet. Soms doet Hij ineens een wonder, dan weer niet. God is zo anders dan ons. Is het alleen maar slecht nieuws in ons Bijbelverhaal van vandaag? Nee, in alle ellende en moeilijke tijden gebeurt er ook iets moois. De christenen die eerst met z'n allen in Jeruzalem zaten op een klein hoopje, trekken nu naar Samaria en Judea. Gebieden waar nog niet veel christenen waren. En weet je wat ze daar gaan doen? Ah, je raadt het waarschijnlijk al. Overal waar ze komen vertellen ze het goede nieuws over Jezus. Dat Hij is opgestaan. Ze worden eigenlijk allemaal apostelen. De groep mensen die in Jezus geloven wordt alleen maar groter en groter. Ze moeten erop uit. Eerst zaten ze op een kluitje, op een hoopje. En nu verspreiden ze zich over heel Israël. Vertellen ze overal het goede nieuws. Zou God het daarom toelaten? De dood van Stefanus en al die christenen in de gevangenis? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat God altijd verder gaat met zijn plan. En dat wij Hem daarin mogen helpen. En soms hebben we dat door. En soms ook helemaal niet. Net zoals al die christenen die op de vlucht sloegen. Maar daardoor wel het goede nieuws overal konden brengen. Hey Teun. Hey dat Thijs. Hey Teun, jij bent een papegaai, hè? Ja, dat weet ik. Hey, ik ga straks verhaal vertellen over Jim Elliot. Over wie? Over Jim Elliot. En er komen twee papegaaien in voor. Echt? Ja, die krijgen dan twee papegaaien als cadeautjes. Ik heb toch geen cadeau? Nee, jij bent geen cadeau, maar je bent wel een papegaai. Krijgen ze cadeautjes? Ze krijgen cadeautjes. Ik heb dat cadeautjes. Hey, en Jim Elliot, daar ga ik over vertellen, die was een zendeling. Wat is dat? Een zendeling is iemand die erop uit wordt gestuurd of zich uit laat sturen om anderen over Jezus te vertellen. Weet je, ik wilde vroeger ook altijd zendeling worden. Jij? Een zendeling? Ja, vroeger wilde ik een zendeling worden. Weet je waar? In Soedan. Waar is dat? In Afrika. Wonen daar papegaaien? Ja, daar wonen vast en zeker papegaaien. Is dat warm? Ja, is warm. En waarom is het niet gebeurd? Ja, eigenlijk is het gewoon een andere weg gegaan. Ik wilde als kind zendeling worden in Soedan, een fysiotherapeut. Maar toen ben ik fysiotherapie gaan studeren, toen bleek het eigenlijk niks van mij te zijn. En toen ben ik iets anders genoemd. Ik ben nu verhalenverteller en eigenlijk ook een soort zendeling. Maar dan gaan we mensen vertellen over de Heer Jezus via voorstellingen en via filmpjes. Oh, is dat ook een zendeling? Ben ik ook een zendeling? Ja, je bent ook een soort zendeling. Oh, en dan gaan we luisteren zo naar. We gaan zo luisteren naar het verhaal van Jim Elliot. En dat is een zendeling? Ja, dat was een zendeling. Oh ja, in Soedan? Nee, in Ecuador. Ecuador is dat? Oh, daar ben ik geweest. Jij bent overal geweest? Nee, ik ben wel in Ecuador geweest. In het oerwoud? Ja, in het oerwoud. Ja, en zijn daar indianen? Dat zijn indianen, die heb ik niet gezien. En papegaaien. Ook papegaaien. Nou, vertel het dan maar snel. Ik wil graag horen. Dan gaan we luisteren naar het verhaal over Jim Elliot. En de papegaaien. Wij zijn zendelingen. Ja, dan gaan we gauw luisteren naar het verhaal van Jim Elliot. Wij zijn toch ook zendelingen? Ja, hij was een echte zendeling. Wij ook. Nou, we gaan luisteren. Ja. Vandaag horen we het Bijbelverhaal over Stefanus. Stefanus was de eerste christelijke martelaar. Een martelaar is iemand die vanwege zijn geloof gedood wordt. En sinds de dood van Stefanus zijn er meer dan tientallen miljoenen christenen martelaar geworden vanwege hun geloof. Ook vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Gelukkig niet in ons land, maar in landen waar christenen vervolgd worden gebeurt het helaas nog steeds wel. De meeste van deze christenen zijn voor ons onbekend, maar soms wordt een martelaar na zijn of haar dood een bekende persoon. En vandaag wil ik u het verhaal vertellen van de zendeling Jim Elliot. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Indianen van de Aucas-stam in Ecuador, dat ligt in Zuid-Amerika, doden op 8 januari 1956, dat is al 65 jaar geleden, met hun speren 5 Amerikaanse zendelingen. En een van hen was de 28-jarige Jim Elliot. Dat de Auca-indianen niet van vreemdelingen hielden, wisten Jim en zijn vrienden wel. De Auca's stonden bekend als een hele gevaarlijke stam die zelfs vreemden soms doodde. Toch wilde dit groepje Amerikaanse zendelingen hen het goede nieuws vertellen. En wanneer God het zo wil, ben ik bereid voor de verlossing van de Auca's te sterven, had Jim Elliot nog van tevoren gezegd.
De zendelingen reisden af naar het Zuid-Amerikaanse oerwoud en probeerden eerst vanuit een vliegtuig het vertrouwen van de Indianen te winnen. Aan een lijn lieten ze vanuit het vliegtuig langzaam een pan met kralen zakken, met kleding en andere spullen. De Indianen leken enthousiast. Soms bonden ze een cadeau vast aan de lijn, zoals een verentooi en zelfs twee levende papegaaien. En door een microfoon riepen de zendelingen vanuit het vliegtuig zinnen in de Aucataal. Zoals, we houden van u en we komen bij u op bezoek. Jim Elliot en zijn vrienden besloten het na een tijdje op te wagen. Ze bouwden een hut op de zandbak in het Auca-gebied. En al snel was er vrienden contact met drie Auca's. Een van hen vloog zelfs met hen mee in een rondje in het vliegtuig boven het oerwoud. Maar de volgende dag kwam er een groep Indianen met speren. De zendelingen hadden geweren en pistolen bij zich om zich te verdedigen, maar wilden die juist niet gebruiken. We gaan ons niet verdedigen, maar willen hen de liefde van Jezus laten zien. Die dag werden Jim Elliot en zijn vrienden door de Indianen gedood. De vrouw van de zendelingen wachtte en wachtte op nieuws van de mannen via de radio van het vliegtuig, maar het bleef stil. En na een zoektocht van dagen werden de mannen gevonden. Op het strand werden 5 kruisen geplaatst. Na de dood van haar man zette Elizabeth Elliot met haar met anderen het zendingswerk onder de Indianen voort. En weet je wat er gebeurde? Vanwege de liefde die deze vrouw aan de Aucas toonde, kwamen velen van hen tot geloof in Jezus. Zelfs een aantal mannen die Jim Elliot en zijn vrienden hadden gedood. Sommige van de nieuwe gelovigen onder de Aucas werden zelfs zendelingen en gingen het goede nieuws van Jezus aan andere dorpen en stammen brengen. Sommige van hen zijn zelfs martelaren geworden in hun verlangen om het evangelie, de opstanding en de liefde van God aan anderen te vertellen. De Aucas staan niet meer bekend als een gevaarlijke stam. Het goede nieuws van Jezus heeft ook hen veranderd. Wat een verhaal. 65 jaar geleden. Echt gebeurd. Jim Elliot en zijn vrienden. Jongen, wat een verhaal allemaal vandaag, zeg Matthijs. Lekker vrolijk, nou daar word ik blij van, hoor. Daar word ik echt blij van. Word je er blij van? Nee joh, dat verhaal van Jim Elliot en van Stefanus en vorige week dat verhaal de gevangenis. Kun je geen leuke verhalen vertellen of zo? Nou, volgende week komt er een leuk verhaal. Oh ja, een verhaal over Saulus. Ja, die gooit toch mensen in de gevangenis? Ik vind die Saulus echt een rat. Een rat vind ik dat. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ik ben zelf een rat. Ik vind het een kat. Saulus is een kat. Een kat? Ja, soms zeggen mensen dat is echt een rat, maar ik zeg altijd dat is echt een kat. Katten zijn nare beesten. En Saulus is een naar mens. Maar volgende week verandert hij. Oh ja, wat gebeurt er dan? Wordt hij een rat in plaats van een kat? Nee, Saulus verandert in Paulus. Hij krijgt een andere voorletter. S wordt een P. Oh ja, 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 ja. Oh, dezelfde als kat wordt een rat. Oh, dus K verandert in R. Oh ja, dat is echt een verandering. Dat is een transformatie. Dat is een ingewikkeld woord. Wat betekent dat? Verandering. Saulus, Paulus, kat in rat. Oh ja, dat is echt een verandering. Als je een kat in een rat verandert, dan word je echt veel beter van. Gaat Walter zo'n mop vertellen? Ja, dat denk ik wel. Gaat het over kaas? Dat denk ik niet. Oh, ik hoop het zo. Ik ben zo dol op kaas. Walter, kom maar op met die mop. Ik wil het graag horen. Tot volgende keer. Oh, nou, vorige week vroeg Ratje of ik een mop kon vertellen over kaas. Nou Ratje, hier komt hier een mop over kaas. Jantje bestelt een pizza met kaas, speciaal voor Ratje bij de pizzeria. Wil je hem in 4 of 12 stukken, vraagt de pizzabakker. Graag in 4, antwoordt Jantje, want in 12 kan ik echt niet alleen op. Walter, ik snap hem niet. In 4 is hij toch even groot? Oh, Truus, een mop moet je nooit uitleggen. Hij wil hem graag in 4 stukken, want in 12 stukken kan hij nooit alleen op. Maar in 4 stukken toch ook niet, Walter? Dat is toch even groot? Oh, dat is toch de mop? Oh, dan ga ik er nog maar eentje vertellen. 2 wc-potten staan naast elkaar, zegt de een tegen de ander. Je hebt een vlekje daar, zegt de andere pot. Hoe kun je dat nou zien? Je hebt niet eens je bril op. Oh, Walter, wat een goede grap, de wc-bril. En dan gaan we volgende week gaan we het verhaal horen van Saulus. Saulus die verandert in een Paulus. En die ziet het licht en die wordt blind. Oh, Walter, je verklapt het allemaal. Oh, dan gaan we volgende week luisteren. Tot volgende week. Doei!